Wat ik me de hele tijd afvraag met dit coronavirus is: is het er nou gewoon toevallig? Of hebben we hier met z'n allen een les uit te trekken? Voor mijn gevoel zitten we op dit moment in zulke uitzonderlijke, bijzondere tijden dat ik het bijna niet kan bevatten. Ik bedenk me wat er nu op dit moment op alle plekken in de wereld gebeurt. En als je naar de impact van dit virus kijkt en hoe de aankondiging is geweest, is bijna met bijbelse proporties. Als het een film was, er zijn bosbranden geweest in Australië, sprinkhanenplagen in Afrika, Oost-Afrika, wij hier stormen en toen het virus. En ik kan me alleen maar de hele tijd door mijn geest laten gaan hoe de afgelopen weken, maanden, ik niet alleen, maar mensen in mijn omgeving zeiden: wow, ik heb wel behoefte aan rust. Ik wil gewoon beter nadenken. Ik wil eigenlijk weer een boek lezen. En ik mis mijn familie, want ik heb het zo druk, druk, druk. En het is voor mij alsof het virus een soort van handrem op het geheel heeft gezet. En hier zitten we dan. Careful what you wish for. En mensen, niet alleen ik, maar mensen, homo sapiens, willen heel graag het onverklaarbare kunnen verklaren. Dat is één van onze impulsen. We willen het duiden. En ik weet niet hoe jij het duidt. Of je zegt: het is toeval. Is het een signaal van God omdat we niet goed voor elkaar gezorgd hebben? Is het ongebreidelde economische groei die gewoon tot stilstand is gekomen? Is het overbevolking en daarom gooit de biologie daar een oplossing voor? Is het de aarde die terugroept en zegt: je moet betere balans met mij maken, anders dan kan dit zo niet langer? Of is dit eigenlijk allemaal onzin? Dus ik vraag me wel af, wat heeft dit virus ons te vertellen? Welke les kunnen we hieruit leren? Moeten we hier leren? Wat geloof jij daarin? Ik weet het niet zo goed. Ik heb wel het gevoel dat het ons iets te zeggen heeft. En voor mij persoonlijk gaat het heel erg over zomaar doorgaan en de hele tijd doorgaan en hopen op een beetje rust. En daar is het. Wat gaan we doen en welke processen die we hebben ingericht, moeten we eigenlijk nou echt anders gaan inrichten? Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw idee daarover, jouw mening daarover, wat je daarvan vindt. En ik hoop dat je daarmee met mij het gesprek wil aangaan in de comments. En ik zal de komende tijd een serie maken van dit soort filmpjes waarin ik mijn beelden deel met hoe ik omga met hou vast vinden in deze onzekere tijden. En daarbij gebruik ik mijn eigen ervaringen, maar ook de kennis vanuit de antropologie. Maar allereerst, wat geloof jij? Wat heeft dit virus ons te vertellen?